Good morning, goedemorgen, welkom alvast. Buenos dias. Ik ben toch in alle talen bezig. Ja. We zijn hier nog altijd in Praag op citytrip en wij hebben heerlijk lekker goed en lang geslapen. Oh ja. En dat maakt van ons weer terug nieuw mensen, schatje. Ja, de batterijtjes zijn weer teruggekomen. Trap, ja. Hier beneden is ontbijtruimte, daar gaan we nu naartoe. En vandaag gaan we ook iets heel erg leuks doen. We gaan een taxi bestellen. Ja, dat is niet zo leuk. Jawel. Want we gaan je laten zien hoe je een Uber-taxi bestelt. Ja. Dat is echt iets heel erg leuk voor op vakantie. We gebruiken dat eigenlijk best wel vaak op vakantie. We gebruiken dat heel erg vaak. Maar we gaan je dat straks laten zien hoe je dat bestelt. En daarmee gaan we gaan zwemmen! Hey. Dat is waarschijnlijk ook al wel in onze thumbnail hebt gezien, want ja, meestal gebruiken we dat als thumbnail. Ja, of in de titel, dat is wel een heel erg leuk moment natuurlijk. Ja, het is hier echt een heel erg groot zwembad. Dat weten we niet, hè? Dat, ja, dat gaan we straks gaan ontdekken. We hebben het opgezocht op Google en zag het toch al tamelijk groot uit. Maar we weten niet of dat effectief op zo groot is. En je ziet, we zijn sportief, hè? We nemen niet de lift, we nemen gewoon de trap naar beneden. Beneden wel, ja. En als we beneden zijn, zullen we de Uber bestellen. Zo, hier kan je het scherm zien van mijn telefoon. Dan gaan we nu naar Aqua Palace. Praag. Zo, en dan gaan we die bevestigen. Dan gaan we hier een ophaallocatie hebben, dat is net voor het hotel. Prima. En dan zijn ze nu een rit aan het zoeken. Dan gaan we zo meteen het autootje zien. Ja. En als dat autootje dichterbij komt, kijk. Ja. Wacht hoor, zo meteen krijgen we waarschijnlijk iemand die, voilà, nog 3 minuten van ons. Kijk, zie je dat autootje? Ja. Het gaat nu dichterbij komen rijden, wacht hoor. Het is terug Martin. Ja, we hebben die man al eens gehad. Ja, Martin hebben we gehad, die heeft ons van de luchthaven naar het hotel gebracht. En Martin is nu onderweg naar ons en die komt binnen 3 minuten aan. Kijk, zie je de auto dichterbij komen? Ja. Wij zijn nu hier, aan het zwarte bolletje. En de auto die rijdt nu hier. Bijna bij ons. En als het goed is, dan zou die hier over 2 minuten moeten zijn. Ja. Rijdt die eigenlijk vooruit? Ja. Nee, nu staat het stil. Het staat stil, misschien met de lichten of zo, hè? Ah ja, want dat is een hier is een kruispunt natuurlijk. Dus staat hij misschien inderdaad voor het rode licht. Het staat eigenlijk op het kruispunt dus. Hm. Misschien heeft hij daar gebotst. Ik hoop van niet. Nee, kijk, hij rijdt. Gaat hij vooruit? Ja. Oh ja. Hij komt dichterbij. Martin is onderweg om ons op te halen. Martin. Hij moet opletten naar een Skoda Octavia 5AP. Ja. Als die hier zo meteen voor de deur staat, dan... Maar we kennen hem al, hè? Dan is hij er. Ja, Martin heeft ons al eens weggebracht, dus... Ja, grappig eigenlijk. Als het goed is, zou die er eigenlijk nu ergens moeten zijn. Want het is vandaag beginnen regenen. Ja, het is aan het regenen, inderdaad. Martin zou er nu zijn. Wat zeg je? Het zou er nu niet zijn, hè? Daar is die. Ah ja, oké. En we zijn aangekomen in het waterpark. Jolien heeft haar bikini aangetrokken. Het is niet haar gebruikelijke bikini, hè? Nee, je hebt heel veel bikinis, maar zo'n bikini heb ik nog nooit gezien aan jou. Jolien die is dus haar bikini van thuis vergeten. Ja. En vandaar dat ze dit prachtexemplaar gekocht heeft hier in een winkeltje. Het is niet echt... Het broekje is wel goed. Het is niet echt zo mooi. Kijk, het broekje vind ik wel... Het is een beetje lager. Nee, heel de camera. Zo, kijk, het broekje vind ik wel leuk. Dus zo een beetje losser. Hier zo een beetje wat gepoft. Straks spring je in het zwembad en ben je een broekje kwijt. Zo, dit is zo eentje. Ik vind het echt maar van een topje heel lelijk. Ja. Maar ja, er waren hier gewoon heel weinig mooie bikinis. Dus, ze heeft dan maar zo eentje gekocht. Dat is nog niet zo goedkoop eigenlijk ook. Nee, dat was maar... makkelijk 20 euro gekost heeft met broekje bij. Zo lelijk dit. Ja. Goed. We moeten er maar mee dealen. We zijn binnen. We hebben een parkplattegrondje gekeken. Het is echt direct heel veel te doen. Zal je tonen. We hebben ook een ticket ook nog voor de sauna's en het waterpark. Maar kijk, dit is hier alles. En dit is hier het waterpark. Hier gaan we dus in vertoeven. Hier een glijbanencomplex. Je hebt hier een wildwaterbaan. Wat dit is, een golfslagbad heb je hier ook blijkbaar. Dus dat gaan we eens even allemaal gaan uittesten. Hè? En even genieten en ontspannen. Snel naar binnen. Laat ze nu echt vallen. Kijk, dit zijn onze lichtbedjes. Ga er eens in liggen. Wow, je kan kuipen gewoon. Je hebt uitzicht over het golfslagbad hier. Daar ook nog een piratenboot. We zijn hier bijna alleen eigenlijk, hè? Blijven lekker liggen, ik vind je goed. Ja. En dan heb je hier ook nog een buitenzwembad. En hier nog een whirlpool. Ja. Dan heb je hier het piraterskwartier. Ja. Goed, goed, goed. Met Jolien achter het stuur. Dan ben ik weg, hoor. Ja, hier heb je nog een paar glijbanen. Leuk hoor, dat waai maken. En hier heb je dan een duikcel. Hier kan je trouwens hierboven twee duikers aan het werk zien. Ze hebben in ieder geval een zwemvliezen aan. En hier kan je helemaal naar beneden duiken en diepen. En dan weer terug naar boven gaan. Het is wel eng, zo diep zijn. Eng hè? Ja. Durf je dat niet? Nee. Oh. We hebben het gevonden! Dit is hier het glijbanengedeelte. Ik ben wel heel erg blij. Je hebt hier een rode glijbaan, daar heb je een blauwe glijbaan. Je hebt hier veel glijbanen hoor. Pas op van je hoofd. Wow, daar heb je nog een glijbaan en daar nog een glijbaan en die blauwe glijbanen en die gele glijbaan en die zwart met witte. En daar nog een buitenglijbaan. Ben je daar klaar voor? Helemaal, ik ben echt super hard naar huis. En het leuke is, jij mag meegenieten, want we nemen je mee met de GoPro. echt leuk. Het was super leuk in het zwembad, alleen ja, de tijd vliegt gewoon voorbij als je het leuk hebt. Dus nu staan we terug op de luchthaven. Ja, we zijn na het zwemmen heel snel de taxi terug ingestapt, want ja, over een tiental minuutjes dan hebben we ons vliegtuig terug naar België. Dus waren nog... die minuutjes moeten we instappen. Hè? Dus ja. Dus zijn we nu nog heel eventjes aan het shoppen hier op de luchthaven in Praag. En daarna moeten we echt helemaal terugkeren. Terug naar ons huis. Ik ben ook wel terug een klein beetje bij om terug opnieuw naar huis te gaan. Ik ben wel heel graag in ons huis. Oh, dat is ook wel leuk altijd om terug te komen. Dat is ook wel waar. Ja. Wat een regenweer! Ja, toch wel goed omdat we vandaag terug naar huis gaan. Volgens mij is het in België wel zo. Ja. We hebben het wel heel erg goed opgelost vandaag door naar het zwembad te gaan natuurlijk. Ja, en hier staat ons vliegtuig. Ja. En dat mogen we nu langs het regenachtige vliegveld betreden, langs de trappen langs achter. En dan zit de vakantie rechtop, hè? Ja, dat is echt aan. Druk van dit keer een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren hieronder. En heel graag tot morgen. En ga maar de trap af. En vergeet niet te zwaaien, hè? Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.